ruimte opeens. Goeie actie Mokotjo. Ziyech ziet opeens ook, hé, ik kan zomaar een end komen. Dan gaat hij naar zijn rechter en een punt erin met links erin. Wat een prachtig doelpunt. 2-0 maakt hij gewoon zelf. Dit is een prachtige actie. Constant de controle over de bal. Dat heeft voor zijn link. Tot hij hem goed... Hij houdt hem zo dicht bij zich. Hij heeft zoveel controle. En dan lijkt het zo makkelijk. Maar ze komen er gewoon niet aan. Dammers met een gevaarlijke bal die opgepikt wordt. Ziyech. Ziyech. En hij gaat erin. Een rare goal. Op naam van Ziyech. Ziyech. De klutsbal twee keer. Probeert te stiften. En dan, ja, dan raakt hij. Man ertussen, Cabral! Oh! En dat, ja, dat verdient hij ook. Zijn spel is goed. Is hij eigenlijk in de Cabral, zoals hij jaren geleden als een groot talent bij Feyenoord werd geadresseerd. Zie je de vrije man, schot van Cabral. En die bal wordt dan nog van richting veranderd. Straks schot, want Van Boekel heeft een hensbal gezien. Zie je, hele belangrijke strafschop. Van Felipe Gutierrez. Die bal heel lekker neerlegt. En Ede, twee doelpunten. Mokotjo. Cabral. Is dit wat vertrouwen doet met een ploeg? Twente begint meteen beter te voetballen. Te profiteren van de ruimte die het krijgt. En dan is het ook meteen 4-0. Mokotjo met de lange bal op Cabral. Die heeft de rust. Die heeft het overzicht. Voor Twente. Mokotjo. Mooie trap van Ziyech. Geweldig meegegeven. Nou, nu moet Twente toch kunnen uitspelen. Moet Mokotjo wel tempo maken. Cabral moet afdrukken en dat doet hij ook. Het begint natuurlijk allemaal bij Ziyech. Dit is wel een heerlijke bal. Goede snelheid. Mokotjo. Heeft dan Cabral gezien omdat de keuzes gemaakt worden achterin bij Groningen. En daar het doelpunt. Daar is hij voor FC Twente. Bruno Ubini scoort. Akito. Hard volgekregen. Nou, dit is de mogelijkheid. Cabral wat broed ingeschoten. En hij gaat er ook in ook. En eindelijk dit seizoen valt in een uitwedstrijd het muntje. Een keer in de ploeg. Nog maar heel kort op de klok.
voor het eerst in deze competitie. Hakim Ziyech met de vrije trap. Oosterwijk net niet. En daar is de 1-1. Daar is de 1-1. Hoe is het mogelijk? De 1-1 van Andersen. En Ayoub krijgt de bal nu niet weg. Dus kan FC Twente weer met Hakim Ziyech. Ook dit is een goed balletje. En nu is het alsnog 2-0. Wat een start voor FC Twente. Vraag nog maar. Door Zakaria El Azouzi, de huurling van Ajax. Met zijn eerste dus voor Twente. Ziyech, ja, passeert Mulder. Ziyech bekroont een geweldige wedstrijd met een prachtige goal. Hulscher, bal schiet door, Gutierrez, doelpunt! Vrienden, bal krijgt slag op het lichaam van Allaire. En valt zo voor de bal door Gutierrez. Cabral. Kan dat ook? Bal verrichting van alles zit er ook in. Ja hoor. Ook Cabral doet zijn deel. Ja, ook dat is een man die in vorm is. En ook dat is een man die de voorrust nog niet helemaal uitkwam. Maar nu in de tweede helft ook zijn deel bijdraagt. Snel genomen. Ziyech weer slim dus. Cabral. En 2-2. Het is weer Teske. Want hij bekroost zijn rentree niet met één, maar gewoon met twee goals. En schiet FC Twente tot twee keer toe naast AZ. Wat een wedstrijd hier in Enschede. Gutierrez, zit er voor Twente dan misschien nog iets in? Met Ziyech, als er één het kan, dan zou hij het kunnen. Ja! Zoveel treurnis, zoveel verdriet hebben ze over zich heen gekregen. De fans van FC Twente. En de spelers, en dan is het...